Ewout Campus is een locatie waar bedrijven die zich bezighouden met de agri- en foodsector, die kunnen zich daar vestigen en daar hun bedrijf verder ontwikkelen en organiseren. Een stukje door mond-op-mond reclame en door het actief benaderen van bedrijven en door de samenwerking met Agrifood Capital hebben we ook een stukje een breder netwerk en kunnen bedrijven ons op die manier vinden. En dat gebeurt praktisch ook en daardoor hebben we nu ook al een aantal best leuke bedrijven zitten die heel goed passen in het concept. We hebben een aantal bedrijven hier, onder andere Arista Beer Research. Dat is een bedrijf dat houdt zich bezig met de bestrijding van de varroa-mijt. Dat is een parasiet in bijenvolkeren, dat doen ze heel succesvol. We hebben daarnaast bijvoorbeeld eWoods, dat is een bedrijf wat een wormenhotel ontwikkeld heeft. En zij richten zich veelal op educatie, dus ze zetten dat weg op scholen. Ja, nou ja, goed, dat is ook de bodem waarin zij opereren. Dus die wormen die hebben een behoorlijk grote functie, dat laten zij zien. Wij gaan hoogstwaarschijnlijk binnenkort aan de slag met een agro-PV-veld. Dat zijn zonnepanelen met daaronder gewassen. Dat is een teeltondersteunend systeem. En ja, daarnaast hebben we natuurlijk Soil Mania. En de naam zegt het al, die zijn eigenlijk op een maniacale manier met de bodem bezig. Op een leuke manier. En zij doen bodemonderzoek. Dus alles wat zich ondergronds afspeelt, houden zij zich mee bezig. En ik denk dat het leuk is om daar even een kijkje te nemen. Soil Mania is een start-up die zich bezighoudt met bodemverbetering. En we hebben een aantal tools ontwikkeld om daar rondomheen ook de monitoring van de toestand in de bodem te doen. Dit is onze vochtmeter, dat is in feite de simpelste, dus de moisture. Die meet alleen maar bodemvocht. Daar zijn we mee gestart en dat is met name in openbaar groen, waar nieuwe bomen aangeplant zijn, is dat essentieel. Deze is onze bodemlevenssensor, noemen wij hem eigenlijk altijd. En die meet meer. Die meet eigenlijk het bodemmilieu. Aan de ene kant vocht, temperatuur en zoutgehalte. Plus pH en zuurstofindex, waarmee we dus heel goed real-time kunnen volgen wat er in de bodem gebeurt. En daar zie je ook gewoon letterlijk, het is wel heel grappig als je het de eerste keer ziet, zie je letterlijk de ademhaling. Je ziet gewoon dat het licht wordt buiten, dat het bodemleven gaat ademen. Je ziet ook bijvoorbeeld als het regent dat pH en zuurstofgehalte ook direct reageren. Dus je kunt ook wat afzien lezen aan wat gebeurt er eigenlijk buiten met het klimaat. Maar je ziet ook direct effect van teelthandeling. Of iemand een boer heeft zijn grond heeft bewerkt. Of dat je een bodemverbeterende maatregel hebt uitgevoerd. Wat het effect dan is. Wij willen bouwen naar een landbouw, eigenlijk een voorbeeldbedrijf zijn voor de landbouw, waarin het goede wat de landbouw voortgebracht heeft, hè, wat op deze locatie ook ontwikkeld is, dat willen wij combineren met zaken die in de toekomst liggen, dus technologieën, maar ook op microbiologisch gebied bijvoorbeeld ontwikkelingen, hè, die de landbouw verder brengen. Dus die combinatie willen wij maken en dat willen wij faciliteren.